Deze film gaat over een van de meest geheimzinnige en fantastische gebeurtenissen die er op onze planeet plaatsvinden. Het ontstaan van een nieuw mensenleven. Bij iedere vrouw op aarde begint elke maand tijdens haar vruchtbare jaren de voorbereiding voor deze gebeurtenis. Een eiblaasje breekt open en laat één cel naar buiten, die wordt omringd door voedende cellen. Deze eicel wordt heel voorzichtig opgepakt door het stelsel van fijne uitsteekseltjes in de wand van de eileider en vervolgens naar het verbrede gedeelte daarvan getransporteerd. Daarbinnen wordt de eicel door miljoenen minuscule trilharen door de eileider gevoerd. In de eileider zal de eicel in aanraking komen met het sperma. Hier, in de zaadballen van de man, wordt het sperma aangemaakt. Dit gebeurt in de wanden van ontelbare kleine buisjes. Vanaf de puberteit tot op hoge leeftijd van de man zullen deze buisjes ertoe dienen om enorme hoeveelheden zich ontwikkelend sperma te kweken. In tegenstelling tot de eierstokken van de vrouw, die al vanaf de geboorte alle benodigde cellen bezitten, worden er in deze efficiënte spermafabriek gedurende het hele leven van de man met een ongelooflijke snelheid voortdurend nieuwe voortplantingscellen aangemaakt. De kop van het sperma bevat de helft van het aantal chromosomen dat nodig is om een nieuw mensenleven te doen ontstaan. De andere helft wacht op een veilige plaats in de eicel van de vrouw. Met de ejaculatie wordt een opmerkelijk chemisch proces op gang gebracht. Uit verschillende klieren schieten onmiddellijk vloeistoffen in diverse vormen naar buiten die zich vermengen tot het zogenaamde semen, een unieke alkalische vloeistof die het sperma beschermt tegen de zuurrijke omgeving van de vagina. Het geëjaculeerde sperma heeft het lichaam van de vrouw bereikt. Miljoenen minuscule genendragers gaan een wedstrijd met elkaar aan om de vrouwelijke eicel te bereiken die zich op nog onbekende afstand bevindt. In de vagina en verderop in de baarmoederhals worden de slijmvliezen in gereedheid gebracht voor de nieuwkomers. Door de hormonen van de vrouw wordt de samenstelling van dit slijm bepaald, waardoor het sperma tijdens een slechts korte periode door de baarmoederhals kan dringen. In droge vorm vertoont dit slijm bepaalde patronen. De structuur van het slijm bevat minuscule, nauwe kanaaltjes waardoor het sperma zich kan voortbewegen. De snel bewegende staart van het sperma wordt aangedreven door een krachtige biochemische motor die zich in het middelste gedeelte van de staart bevindt. Tijdens de lange reis door het baarmoederhalskanaal en de baarmoeder naar de eileider wordt het sperma geselecteerd. Alleen de allerbeste en de snelste zaadcellen bereiken de eicel,
en slechts één zaadje zal erin slagen om de eicel binnen te dringen. En daar ontmoeten ze elkaar, man en vrouw, op het niveau van de cel. Om zich gereed te maken voor de bevruchting, verwijdert het sperma de voedende buitenkant van het eitje door speciale enzymen af te scheiden. En tenslotte dringt er één zaadje de wand van het eitje binnen. Het winnende zaadje blokkeert onmiddellijk de toegang voor alle andere zaadcellen, door de wand van de eicel ondoordringbaar te maken. De zaadcel verliest zijn staart en het genetisch materiaal in de kop smelt samen met de vrouwelijke chromosomen in de eicel. Na ongeveer 24 uur vindt er een eerste deling plaats. Tijdens de eerste delingsfase, tot aan 8 tot 16 cellen, is elke cel een exacte kopie van de andere cellen. De cellen kunnen zich binnen het bevruchte eitje vrij bewegen. In de volgende fase worden de cellen samengevoegd. Nu beginnen ze zich ook op een geheel eigen manier te ontwikkelen, al naar gelang hun toekomstige functie. Vier à vijf dagen na de bevruchting hebben de cellen het stadium van een zogenaamde blastocyste bereikt en deze komt in de baarmoeder. In de baarmoeder zal de blastocyste enkele keren samentrekken en uitzetten alvorens uiteindelijk open te breken. Ongeveer op dezelfde manier als bij een kuiken dat uit het ei komt. Daarna zet het nieuwe leven zich vast aan de wand van de baarmoeder. Het oog van de camera volgt de eerste fase van de innesteling. De blastocyste verspreidt zich en zakt in het slijmvlies. De eerste vorm van de nieuwe mens. De eerste aanleg van het botsegment waaruit de ruggengraat zal worden gevormd. Sommige ontwikkelingsfases doen ons denken aan wezens uit prehistorische tijden. De navelstreng wordt gevormd. Via de navelstreng kunnen voedingsstoffen en zuurstof van de moeder naar de zich ontwikkelende foetus worden gevoerd. Langzaam ontstaat er een gezicht. En ontwikkelen zich armen en benen in de zesde week na de bevruchting. Deze filmopnamen, die binnen in de baarmoeder zijn gemaakt, tonen de details van een 9 weken oude foetus. De buitendiameter van de hiervoor gebruikte cameralens bedraagt minder dan 1 mm. Deze vorm van moderne medische fotografie in combinatie met de ontwikkeling van echoscopie biedt ons een unieke mogelijkheid om de ontwikkeling van de mens voor de geboorte te bestuderen en om nieuwe, voorheen onvoorstelbare mogelijkheden in te zetten voor de zorg van de foetus. Tot aan de dag van de geboorte. Wanneer een nieuwe mens voor het eerst het daglicht aanschouwt.